Goedemorgen. Nee, dat zeg ik niet goed. Goedemiddag. Het is 10:50. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik heb vanochtend ontzettend schandalig uitgeslapen. Want nou ja, ik heb in Groningen gewoon niet zo lekker geslapen. Dus ik moest even een paar uurtjes inhalen. Nou, dat is goed gelukt. Daarna ben ik lekker gaan douchen, aankleden. Ik ben al even bij mijn ouders geweest om met Tim te knuffelen. Want het is dus nu 10:50 en ik zit vanaf nu aan huis gekluisterd. En dat klinkt erger dan dat het is hoor, want ten eerste vind ik dat sowieso niet heel erg om thuis te zijn. En het is voor goed doel, want mijn camera komt vanmiddag. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Ik heb dus een nieuwe camera gekocht, de Canon G7X Mark II. Omdat ik op zich nog tevreden ben over de camera die ik nu heb. Die is goed, maar als ik dan het verschil zie met die nieuwe camera, ja. Ik moet eerlijk zeggen, dan ja, dat is gewoon een veel betere kwaliteit. En ik, ja, ik wilde hem gewoon heel graag hebben en ik kon nu een hele mooie aanbieding vinden, dus ik heb het gewoon gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet wat ik met deze camera ga doen, of ik die als reservecamera ga houden of als dat ik die ga verkopen. Ligt er een klein beetje aan. Ik moet heel even met mijn broer overleggen, want die heeft wel een beetje verstand van zaken. Wat ik hier nog eventueel voor terug zou kunnen krijgen, want hij is ook een beetje beschadigd. Hij is verder nog technisch gezien heel goed hoor. Maar als ik er nou maar een minimaal bedrag voor kan vragen, ja, dan hou ik hem denk ik toch liever als reservecamera. Het enige nadeel is dat ik wel allerlei nieuwe batterijen en een oplader moet kopen, gok ik. Want ik denk niet dat dat hetzelfde is als voor deze camera. Maar goed, dat is voor latere zorg. We gaan eerst maar eens even, ja, wachten tot die er is. Ik ga ondertussen even, ik heb net mijn lunch gehad. Dat ga ik even opruimen, even afwassen. Een bakje thee opdrinken, want die is nu nog heel heet. Dus dat doe ik dan wel na het afwassen. En dan eerst afwachten tot die er is. Het is dus inmiddels 3:05. Ze konden komen tussen 1:15 en 3:15. Nou weet ik, het is nog geen 3:15. Maar mijn geduld wordt wel enorm op de proef gesteld. Nee, nog maar even verder wachten dan. Nou jongens, kijk. Het wachten is beloond. Hij is er. Ik ga heel even mijn statiefje opzoeken en dan gaan we hem even uitpakken. Mijn grote statief ligt nog in de auto. Shoot, die ben ik vergeten. Nou, gaan we het even met mijn andere statiefje doen. Ik moet echt even mijn andere statiefje uit de auto gaan halen, want dat is helemaal niks. Maar dit is de doos. Ik heb er voor de zekerheid ook even een mesje bij gepakt. Maar ik denk op zich dat het zo wel gaat lukken. Hij is wel, oh kijk, dat is fijn. Die doos gaat zo open. En dan zit er dus een doos in. Dezezelfde doos, die verkochten ze dus ook bij de Mediamarkt. Even kijken of hier geen adresgegevens op staan, nee. Want dit is een speciale vlogkit van Canon. Met dus de Sony wil ik zeggen, nee natuurlijk niet. Met de G7X Mark II Powershot. Met de met een kaartje, SD-kaartje. En dus een zelfde statiefje als waar jullie nu op staan. Nou heb ik op zich niks aan dat statiefje. Ik had er liever een batterij of zo bij gekregen. Maar goed, ja, weet je, los was die gewoon een stuk duurder dan dit. Dus waarom niet. Ik ben dan echt gek dat ik dat niet doe. Als eerste maak ik de doos open. En dan ziet het er zo uit. Dan zit hier dus een doosje in. Zo. En dat doosje zit in een papiertje. En dat is dat statiefje. Die ga ik ook even uitpakken. Want het statiefje zelf is echt exact hetzelfde statiefje als die ik al heb. Hij is echt precies hetzelfde. Maar aan de andere kant is het misschien wel fijn, want dan kan ik één van de statiefjes gebruiken om misschien iets op mijn fiets te organiseren. Dan kunnen we daar één misschien tapen.
Dat ga ik eens even met mijn vader overleggen. Dus deze die is, wat ik zeg, hetzelfde statiefje als die ik heb. Alleen merk ik nu wel, als je hem dan wat vaker hebt gebruikt, deze voelt wel een stuk steviger aan. Maar het is toch hetzelfde merk, dus dat zou op zich niet moeten kunnen, denk ik. Nou ja, in ieder geval een statiefje. En dan zit er nog een doosje in. En dat is... Oh, wat een hoop dozen. De camera zelf. Wauw. En die maak ik op deze manier open. En dan vind je als eerste hier een 32 gig kaartje. Heel blij mee. Nou, moet ik dat dadelijk even navragen. Maar ik vermoed dat de kaartjes die ik gebruik voor deze camera, dat ik die gewoon kan hergebruiken. Een hoop leesvoer, zoals altijd. Een oplaadsnoer, ook niet onbelangrijk. Een polsbandje. Zit er nou serieus? Er zit zelfs een externe cameraoplader bij. Wat? Wauw. Batterijopleider, cameraoplader. Je snapt wat ik bedoel. De batterij zelf. En dan nu het moment. Het zit in een soort patatbakje. En weer een doos. Het moment is daar. Oh, het is een soort envelopje waar het in zit. En dan hebben wij hier de nieuwe camera. En hij is een stuk zwaarder als de camera die ik nu heb. Maar wel, hij is ook echt wel groter en dikker. Maar voelt in die zin ook weer zo ontzettend stevig. En ja, ik kan nu gewoon veel meer met mijn lichtinstellingen doen. Het beeld is helderder. Ja, ik ben hier echt ongelooflijk blij mee. Waar ik eventjes benieuwd naar ben, is of die hierin past. Dus dat ga ik eerst even uitproberen. En ja, dat past. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Heb ik geen nieuw hoesje nodig. Want ik ga de camera, deze camera ga ik dan straks gewoon even hierin in bewaren. Dus de camera past gewoon in het hoesje dat ik al heb. Dus dan kan ik hem ook goed meenemen. Het polsbandje ga ik er sowieso ook even omheen doen. Want ik had bij deze camera geen polsbandje. En ik vind het toch wel een fijn idee. Ik bedoel, deze is gewoon ook weer een heel stuk duurder. Om dat wel te doen. Nou denk ik dat hij hier doorheen moet. En dan denk ik dat hij er even andersom doorheen moet. Kijk, je hebt hier zo'n oogje zitten. Daar zal ik hem even doorheen doen. En dan ga ik straks gewoon even kijken. Want er zit dus ook wifi op deze camera. En bluetooth. En weet ik het allemaal. Ja, ongelooflijk. Ik ben daar echt heel erg blij mee. Nu al. Wat ik alleen... Oh ja, nou, een linkshandig polsbandje, dat zie je ook niet vaak. Oh, er zit rechts zo'nzelfde ding. Goed over nagedacht kennen. Dus je kunt hem gewoon voor linkshandig en rechtshandig kun je hem plaatsen. Heel fijn. Er zit natuurlijk een batterij bij. Nou, vermoed ik dat die batterij niet geheel opgeladen is. Maar laten we dat even gaan checken. Zo.
En dat zou betekenen, jawel hoor, dat hij gewoon aangaat. En ik zie hier al dat ik dan gelijk allerlei dingen moet gaan invullen. Dus dat ga ik even doen. Ik kom straks weer even bij jullie terug. Zo jongens, de batterij is nu aan het opladen, want dan pas kan ik er echt iets mee. Maar dit is tot nu toe even de rotzooi. En als de batterij vol is, dan ga ik er verder mee, want dan kan ik er pas wat mee. Maar oh, ik zei net al tegen de jonge vloggers, ik kan wel janken. Ik ben er zo blij mee, maar echt. Hij heeft zoveel toffe opties, waarvan ik zeker weet dat ik er gewoon gebruik van ga maken. En waarvan ik ook zeker weet dat het gewoon gaaf is. Dus nou, vandaag blijf ik nog even hiermee vloggen, omdat ik deze eerst even tot helemaal wil uittesten. En helemaal zeker ervan ben dat ik er alles uitgehaald heb en dan ga ik hem gebruiken. Dus ik denk dat dat morgen in de loop van de dag is. Want vanavond, dat had ik nog helemaal niet verteld, maar vanavond ga ik ook iets leuks doen. Want Laura die appte, of Roy eigenlijk, dat de fotograaf had gebeld dat de foto's klaar zijn van de bruiloft. Dus die gaan we vanavond te zien krijgen. Heel veel zin in. Dus dan komt daar ook niet veel van. Ja, misschien als ik terug ben, want ik heb natuurlijk vakantie, dus ik kan het zo laat maken als ik wil. Dus ik ga misschien nog vanavond even kijken. Zo, ik ben weer thuis. En ik vlog nu weer even mijn oude camera. Ik heb hier nog steeds mijn nieuwe camera liggen. Maar ik wil gewoon eerst even zeker weten dat alle instellingen en zo goed zijn. En dat het allemaal gewoon goed is. Voordat ik hem in gebruik ga nemen. Dus daar heb ik nog de hele avond de tijd voor. En we hebben net de foto's gezien. Och, ze zijn zo gaaf geworden. Echt heel erg mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. En Laura en Roy gelukkig ook. Misschien kan ik in de vlog nog wel een keer wat dingen laten zien. Maar ja, dat ga ik natuurlijk eerst even met hem bespreken. Ik laat het erbij voor vandaag. Want ik ga gewoon nog eventjes lekker mijn camera ontdekken. En daar heb ik natuurlijk gewoon wel even zin in. Dus ik zie jullie later weer.